Goedemorgen. Tenminste, voor mij is het ochtend. Welkom bij Brei en Haakvlog nummer 8 van Bureau Vossen. Ik heet Puk Vossen en de vorige 7 afleveringen kun je natuurlijk ook bekijken. Die staan allemaal op YouTube en je kan ze ook vinden via mijn website op mijn blog. Welkom. Het zijn drukke weken geweest. School is weer begonnen. Kind voor het eerst naar de middelbare school, andere kind jarig en zelf jarig geweest. Plus dat ik een keelontsteking heb gehad. Dus daarom denk ik dat je het nog wel hoort aan mijn stem dat ik ziek ben geweest. Maar ik ben er weer en ik wil vandaag vertellen over mijn workshops en dingen laten zien natuurlijk. En we hebben natuurlijk uiteraard de giveaway aan het eind van de aflevering. Mijn dochter werd 10. Is 10 geworden en wilde een muts met paarden. Dat kan natuurlijk. En hij moest blauw zijn met zwart. Maar ik was te eigenwijs. Heb geen proeflab gemaakt. En deze Cascade 220 Superwash gecombineerd met zwarte Charisma van Drops. Gaf een iets te grote muts. Ik heb een enorm hoofd. En mij past die ruim. Dus mijn 10-jarige dochter is, ja, is die veel te groot voor. Dus ik ben voor haar een nieuwe begonnen. Ik moet natuurlijk wel weer mijn haar netjes doen. En dat is deze. Ik maak hem van Ascot. Dat is van Lana Grossa. Heel mooi tweed garen. En het patroon heet Carousellen. Komt uit een nieuwe Pompom magazine. En kwam dus voor mij en voor mijn dochter precies op tijd uit. Want dat is precies wat ze wilde. Als die andere muts af is, zal ik hem ook laten zien. Dat is waar ik op dit moment mee bezig ben. En ik ben bezig met al mijn workshops voorbereiden. September, oktober, november zijn hele drukke maanden in de wolwereld. Want iedereen wil natuurlijk weer beginnen met breien en haken. Er zijn veel beurzen, de breidagen komen er weer aan. De landelijke spingroep houdt haar jaarlijkse landelijke spindag. Of eigenlijk is het een weekend. Waar ik enorm naar uitkijk. Daar heb ik heel erg veel zin in. En ik hoop ook weer veel mensen te ontmoeten. En ik ben dus druk bezig met de workshops voor te bereiden. Binnenkort ga ik de Fair Isle workshop op een paar plekken geven. Dat vind je natuurlijk ook op mijn website. Waar ik dat geef, hoe laat, hoe je moet opgeven. En in die workshop werk ik aan een patroon. Het hele patroon voor deze polswarmer die hier hangt, die krijg je tijdens de workshop. En je begint natuurlijk in die workshop meteen met breien, met 2 kleuren. Ik leer je allerlei manieren om het sneller, beter en mooier te maken. En trucjes op je eigen niveau, in je eigen tempo. En zodat je aan de slag kan en allerlei dingen kan maken met verschillende kleuren. Daarnaast leer ik je natuurlijk ook hoe je de achterkant zo netjes mogelijk krijgt. Ja, er is heel veel mogelijk. Het lijkt mij heel erg leuk om in de Revelry groep, de Puk Vossen Revelry groep, met elkaar te delen wat jij met kleuren aan het breien bent. Want ik weet zeker dat je daardoor geïnspireerd raakt. Ook al ben je een beginner of nog maar net bezig of echt al ver gevorderd. Je leert altijd iets van hoe anderen een kleur hebben gebruikt of welk garen ze met elkaar gecombineerd hebben. Misschien leer je ook wel iets over de naalden die ze gebruikt hebben. Ik vind het in ieder geval heel inspirerend en hoop dat jullie het leuk vinden om te delen met wat voor Fair Isle breisels jij bezig bent. Producten wou ik zeggen. Heb jij nou een wolwinkel in de buurt waar geen workshops worden gegeven? Of in ieder geval geen Fair Isle workshops of andere workshops die je mist? En je woont niet bij mij in de buurt, want ik geef veel les in Rotterdam en in Delft. Maar ik ga ook op locatie les geven. Bijvoorbeeld in Meppel en in Leeuwarden en in Zwolle. Dan wil je dat je plaatselijke wolwinkel een workshop van mij aanbiedt, laat ze dan contact met mij opnemen. Ik heb nog een handige tip. Ik
heb namelijk in Google Maps, dat is een hele handige functie van Google, waar je je eigen plattegrond kan samenstellen, heb ik een overzicht gemaakt en ik probeer zo compleet mogelijk te zijn van alle wolwinkels in Nederland. En je ziet op Google Maps, via mijn website kan je die link vinden, via Facebook ook, Bureau Vossen op Facebook. In die Google Maps zie je dus allemaal een soort punaises waar alle wolwinkels zitten. Hij is nog niet compleet. Dat kan komen omdat een wolwinkel nog niet bekend is bij Google. En als die gegevens niet bekend zijn, kan ik het niet toevoegen aan de plattegrond. Of ik heb er nog geen tijd voor gehad om het toe te voegen. Maar ik werk daar dagelijks aan om alles erbij te krijgen. En we zitten nu over de 100 winkels. Iemand vroeg, ja, Antwerpen ligt toch niet in Nederland? Nee, ik heb 1 winkel in Antwerpen ook toegevoegd. Julia Shop, omdat ik dat een hele sympathieke winkel vind met een hele sympathieke eigenaresse. En die mocht er voor mij ook bij. Heb je dus suggesties of tips? Laat je plaatselijke wolwinkel weten dat als ze erbij toegevoegd willen. Echt, mijn taalgebruik staat nog op de verkoude modus, geloof ik. Mocht de plaatselijke wolwinkel ook op de map willen, op die plattegrond, zorg dan dat ze bij Google bekend zijn en geef mij de naam door. Dan kan ik het toevoegen als je het nog mist. En ik hoop dat mensen er echt wat aan hebben. Volgens mij wel, want ik krijg bizar veel reacties erop. En dat vind ik heel erg leuk. Want dan heeft al dat werk ook nut. Ik ga door naar de giveaway. De giveaway, de nieuwe giveaway van deze week, is weer een pakketje. Nou, pakket kan je wel zeggen. Hij bestaat uit een streng en een bol. En het is mohair. Prachtige Zuid-Afrikaanse mohair. En dat ziet er zo uit. Je ziet een magic bol. Dat is eigenlijk helemaal geen bol, het is een streng. Maar ze noemen het Magic Ball. Het is van Adele's Mohair. Heel sympathiek bedrijf uit Zuid-Afrika. Het wordt verkocht hier op verschillende plekken in Nederland. En de importeur van deze garens, Style in Living, heeft deze giveaway beschikbaar gesteld. Dankjewel, Afke. De Magic Ball bestaat uit, nou, ik denk wel 8 verschillende garens. Bouclé, mohair, gewoon merino wol, dunne, dikke mohair. In verschillende tinten. Een hele luxe streng. En die kun je natuurlijk samen combineren met deze medium brushed. Dat betekent dat het een beetje dikker mohair is. Handgeverfd. Echt prachtige blauwe, lichtblauwe tint. Dit pakketje kun je winnen. En dan komt het naar je toe. Ik ben natuurlijk al aan de slag gegaan met de garens. Mijn magic ball zag er zo uit. Ik ben hem aan het haken. En je kan het denk ik net niet zien. Ik hou hem even dubbel. Het wordt een sjaal die ik helemaal over de lengte aan het maken ben. Ik ben in het midden begonnen en ik haak er nu met wit helemaal omheen. En er zit echt heel veel meter op die wit. Er komt een soort schulbrand nog omheen, had ik bedacht. Dit is dus de nieuwe giveaway. Mocht je interesse hebben, laat je naam achter op Ravelry, Facebook of hieronder bij YouTube. En dan maak je ook kans op deze giveaway. En wie zou de vorige giveaway hebben gewonnen? Dat was beschikbaar gesteld door Recht en Averrecht in Arnhem. Dankjewel. En het is een pompom magazine. Heel veel mensen reageerden. Want dit magazine is eigenlijk een soort boekje met prachtige foto's erin. Hele goede beschrijvingen van de werkstukken, van de patronen. En artikelen over achtergrondinformatie, over garens, over ontwerpers, over technieken. Echt een aanrader. Recht en Averrecht heeft hem dus liggen en er zijn meerdere winkels in Nederland die hem verkopen. Het is Engelstalig en hij komt 4 keer per jaar uit. Maar wie heeft hem gewonnen? Ik heb natuurlijk mijn schaal weer vol met kaartjes en namen.
En ik ga daar een naam uit kiezen. Dat is deze. Gelukkige geworden. Loose Handmade. Op Revelry. Gefeliciteerd. Ik ga contact met je zoeken voor je adres. En dan stuur ik hem zo snel mogelijk naar je toe. Veel plezier met deze mooie prijs. En als je er wat uit gemaakt hebt, laat het dan zien op de Puk Vossen groep. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar de andere mensen die al eerder prijzen hebben gewonnen. Bijvoorbeeld de dame die vorige week die prachtige strengen van vorige aflevering, die prachtige strengen van Lorette Carman heeft gewonnen. Ik ben benieuwd of ze de stereo echo patroon van Leslie IJsinger daarmee aan het breien is. Want daar waren die strengen speciaal voor bij elkaar gezocht. Maar iets anders is natuurlijk ook goed. Dat staat helemaal vrij met wat je ermee doet. Maar ik ben best wel nieuwsgierig wat er dan echt mee gemaakt wordt. Tot slot. Wil ik je een hele fijne dag toewensen. En hoop ik dat je me podcast... Nee, het is geen podcast, het is een vlog. Een podcast is eigenlijk alleen maar praten, heb ik altijd begrepen. En een vlog is met video, met beeld. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het leuk om weer te maken. En er staan hele leuke nieuwe dingen op mijn programma. Dat staat daar in mijn grote boek en dat ligt daar. En daarom kijk ik daarheen. Ik wens je veel brei- en haakplezier. En tot de volgende keer. Dag!